Op 26 februari 1873 vertrok het schip Lalaroukh vanuit India met aan boord 410 contractarbeiders richting Suriname. Onderweg stierven er 12 personen. Op 5 juni 1873 kwam de Lalaroukh in ons land aan en ging er uiteindelijk 398 contractanten aan wal. Deze historische gebeurtenis wordt elk jaar herdacht. Dit jaar is er echter geen reden voor groot feest, zegt Aniel Menoret, voorzitter van de Culturele Unie Suriname, CUS. Dat komt vanwege de coronapandemie waar Suriname nu middenin zit. Samen met de stichtingorganisatie Hindu Media, OHM, is er wel een krans gelegd en zijn Baba en Mai omhangen met malas. Beide organisaties hebben elk 2 mensen afgevaardigd die met mond- en neusbedekking de kranslegging hebben gedaan. We gedenken deze mooie dag op een hele bijzondere manier, zei CUS-voorzitter Menoret nog.